Sanneke de Nering, weer een medaille. Weer goud, tweede gouden medaille, één keer zilver. Hoe voel je je? Super, heel goed. Vandaag was het een nieuw onderdeel, een massastart die je won. De race verliep een beetje chaotisch, veel valpartijen. Kun je uitleggen hoe dat kwam? Ik heb geen idee, het is allemaal achter me gebeurd. Ik heb de hele tijd tweede positie gereden. Ik heb veel overeind gestaan ook. Ik heb geen idee, ik heb alleen naar degene die voor me reden gekeken. Ik zag wel af en toe mensen liggen op de grond, maar daar heb ik verder niet echt veel op gelet. Je zei al, je reed eigenlijk een hele race voorin. Was dat ook vooraf jouw strategie die je had besproken? Ja, ik moest wachten tot de laatste bocht en dan moest ik er voorbij gaan om even te sparen. Ik ben ook vrijwel niet verzuurd tot de laatste 100 meter. De laatste ronde, kun je die nog voor de geest halen? Ja. De laatste ronde, toen had ik wel echt het idee, dit kan ik winnen. Dit kan goed gaan. Als ik nu even niks stoms doe, ik moet nog niet weggaan, want dat haal ik niet. Dan zitten alle Koreaanse en Japanse in mijn nek. Ik moet nog heel even achter dat meisje blijven, achter die Russin. Nou ja, op een gegeven moment in de laatste bocht kom ik bij haar binnen door, want ze liet een ontzettend groot gat. Wat ik niet zo heel slim vond van haar, maar in ieder geval, toen kwam ik onderdoor en toen... toen ben ik gaan rijden voor wat ik waard was en gelukkig was het genoeg. Het is een nieuw onderdeel, je hebt gewonnen. Maar is het een onderdeel wat je vaker zou willen schaatsen? Het lijkt me erg leuk om het vaker te doen. Maar ik heb liever gewoon de normale lange baanafstanden. Die vind ik, dan kan ik me op mezelf richten en niet op de anderen, hoef ik daar niet over na te denken. Ja, Olympisch toernooi zit er nu op. Vanavond nog een keer naar Middelplaatsen om een medaille om te laten hangen. Kun je nog eens in één zin zeggen hoe je Olympisch toernooi, wat je ervan vond? Geweldig, geweldig. Helemaal top.